Hey mensen, Mark hier over het Dynasty met vandaag weer een nieuwe video met een nieuw team. Maar dan in een heel ander jasje dit keer. Nee, er zit geen Martial in, dat wordt happy van me. Maar doe vooral een duim omhoog als je het nog niet gedaan hebt. Ik zou het weer enorm waarderen. Bedankt voor jullie geweldige support op de afgelopen paar video's. Ik let erop, ik zie elke comment voorbij komen of DM en ik waardeer dat enorm. Abonneer ook vooral als je het nog niet gedaan hebt, dan blijf je op de hoogte van dingen. Plus je kan dat belletje naast mijn naam klikken, dan krijg je een melding wanneer ik upload. Is wel zo makkelijk. Natuurlijk ga ik op dit moment dit team aan jullie laten zien. Ajax staat op dit moment ook net 3-0 voor. Dit is ongefuckinglofelijk. Ja, ik moet al tijdens de wedstrijd opnemen, want ik moet morgen toch een video uploaden. Dat is beloofd. En ik moet morgen vroeg naar school, dus dan heb ik geen tijd. Dit team bestaat volledig uit untradable kaarten in mijn club. Waarbij ik heb gekeken wat het best mogelijke team is wat ik daarmee kan maken. Waar je normaal gesproken een futter aflet op 178, 192, wat dan ook. Heb ik dat nu gedaan met een normaal team, zodat je er daadwerkelijk ook potjes mee kan spelen. In tegenstelling tot de meeste futtrafs die je ziet. Op doel, bij het team gooien we de eerste in vorm van Tom Heaton. Voor de Champions Award die ik kreeg, eigenlijk nooit gebruikt. Maar ik heb gehoord dat het de beste prima kaart is, dus wie weet. Rechtsback Montoya, de best... Ja, oké, tot Carvajal Team of the Season uitkomt. De beste La Liga rechtsback naar mijn mening. Dan hebben we daarnaast Sergio Ramos, 91 in vorm. Ja, wat wil je nog meer? Gratis spekkelijk koning, ja dankjewel. Alvaro González Soberón, oftewel Alvaro, best... Degelijk speler, maar gewoon best wel klein. Dat is zonde. Maar daarnaast Javi Martinez voor chemistry. En hij is best... Het is een degelijke kaart. Maar je moet hem eigenlijk gewoon dekken met snelle spelers eromheen. Dat is niet altijd mogelijk. Zeker niet met dit team. Maar dan natuurlijk Adam Lallana. Fucking geweldige kaart. Echt. Als je de coins hebt om te proberen. En ik geloof dat ze in vorm zo'n 70.000 coins dus zal het zijn. Absoluut kopen. Zeker als je een BPL team hebt. Wat veel mensen hebben. Dan Casemiro, de 85 kaart. Zijn team of the season wordt zo ongelooflijk. Deze kaart was toen al echt een geschenk van de hemels. En het wordt alleen nog maar beter met elke kaart die uitkomt. Dan Fabregas, een van mijn favoriete kaarten om te gebruiken op CAM. We zitten nu op CAM voor chemistry redenen. Want op CAM staat Benzema. Hem had ik een tradable uit zo'n 82 plus pack toen die het birthday shit was. En het is een handige kaart. Zeker voor de chemistry die komt, want de eerste spits... is SBC Lacazette. Een heel goede kaart voor mij. Ik gebruik niet altijd... Nou, mijn buitensquadbureaus om gebruik ik niet veel Ligue 1. Dus het was een beetje moeilijk om hem te gebruiken soms. Maar daarnaast zitten we natuurlijk de beste discardwaarde in de vorm van FIFA 17. Althans, daar had ik een video over gemaakt. Die kun je rechtsbovenin aanklikken. Valère Germain natuurlijk. Dit is het team hoe het eruit ziet. Het is een 178 vanwege de managerbonus die ik dan nog krijg. Op de bank heb ik onder andere spelers als Team of the Group, Zet Talisca. Ik had een heel leuke video opgenomen met hem. Met de Super League team eromheen. Om een beetje ook voor de Turkse althans Super League kijkers wat te doen. Alleen het bestand daarvan was corrupt. Dus dat was heel kut. En zo'n video kan ik voor mijn gevoel niet twee keer opnemen. Want dat had het speciale vanaf ik wel. Ik wilde hem zeg maar eerste keer testen. Dat deed ik. Hij was fucking goed. Maar Darida zit hier nog. Zaha, waar ik al meerdere malen van heb gezegd dat hij geweldig is. Ellie kan ik ook neerzetten. Het boeit niet echt voor chemistry, dus we zetten hem er gewoon neer. Brozovic op de bank, Higuain en natuurlijk SBC Escherabi. Dus van mijn untradable en merendeel special cards kan ik een 178 team maken. Laat mij vooral weten wat jij hiermee kan doen. Dan ga ik dit team nu eens testen, kijken of het ook daadwerkelijk goed speelt. De kans is groot van niet. Ik heb niet echt een plan voor custom tactics. Ik laat alles op standaard staan en afdekken. En voor instructies... zet ik alleen Stay Back Well Attacking, want dat vertelde Matthijs me dat hij dat gebruikt. Dus, ik ga dit testen, ik zie jullie zo. En ja, ik hou de game in de gaten, want dit is ongelooflijk. Alright, we hebben het eerste gevonden, full special card team. En ik heb die grijns op mijn face. Dit is zo sick voor het Nederlandse voetbal, hè. Het is gewoon heel goed. Hij heeft gewoon, hij heeft rode informatie, ja. Een kaart die ik misschien wel eens wil gebruiken, want het is een informkaart. Als hij betere stamina heeft dan zijn base card, wat ik hoop... Dat zou de best bruikbare kaart kunnen zijn. Overigens, ik hoor veel dingen over Muriel. En ik heb er wel eens vragen over gehad over zijn Fit Birthday kaart. De enige reden dat niemand Fit Birthday Muriel inraadt, is hij heeft super lage stats en reactions. Nou, ik weet niet of dat belangrijk is. Maar dat is wat mij afkeert. In ieder geval, tijd voor dit team. Oké, komen we door met Valère Germain. Hij is goed. Hij is echt heel erg goed. En het mooie is, hij heeft sinds ik die video maakte over hem... Heeft hij al twee nieuwe kaarten gekregen, geloof ik. Hij heeft een 85 man of the match en een 86 man of the match. Als ik me niet vergis, het kan zijn dat ik het fout heb. Maar hij heeft in ieder geval een nog betere kaart dan die 83 in vorm. En die was destijds al fucking sick. Dus ik zou zeggen, ga die kaart een kans geven. Hierdoor, ja, kijk daar, Balde die jou.
is een fucking zieke spitskaart. Ook hij heeft niet de hoogste reactions. Het ding met reactions is, je kunt ervan uitgaan wat het betekent. En niet iedereen weet wat het betekent. Maar heel veel mensen gebruiken geen spelers met een lage stat in reactions. Zeker in de spitspositie. Maar ja, het maakt andere stats niet minder slecht natuurlijk. En Keita heeft fucking goede stats voor een spits. Oké, kut, komt hij door. Oh, ik deed dit heel erg slecht. Geweldig, echt klasse redding van Heaton. Heaton, omdat hij op 5 cam staat, krijgt geen statsvermindering. Hij krijgt echt een minimale boost. Maar het ding is ook, het is niet echt bekend hoe chemistry styles precies werken op keepers. Je gaat... Oh, Jezus Christus. Wat een fucking goal, ouwe. Met Muriel? Ja, mag ik een zoom in of zo? Of een rug? Mag ik een rug zien? Shirtnummer? Ja, Muriel. Fucking goede goal van hem. Oké, komen we nogmaals. Valère Germain. Ja, echt. Oh ja, wat een fucking man. En ik heb niet eens een campstyle op hem gegooid. Althans, niet bewust. Iedere speler heeft basic natuurlijk, maar... Oké, het is 28-0 en het is echt... Ja, Valère Germain. Fucking kast. Oké, komen we. Benzema legt hem volledig in het nest. Ik heb geen idee waar die vandaan kwam, maar... Oh, Benzema. Ja, en nu door. En door. En Fabregas. Ugh, geweldige speler. Mijn twee favorieten uit het team scoren de goals. 70ste minuut. Oké, hij celebrate met niemand. Maar Fabregas, die scoort in een Arsenal kit. Dat zijn de dingen die je graag ziet. En 3-2. Oké, hij heeft 3-3 gemaakt. Ik even vergeten dat het 3-2 was. Niet slim, maar verlenging is leuk. Houden we van. Oké, even serieus. Ik was even vergeten dat het 3-2 was. En dat hij dus gewoon nog door kon lopen. Anders had ik hem niet door laten lopen. Alhoewel, het verschil tussen iemand door laten lopen en mijn verdediging is normaal gesproken niet heel groot. Maar je snapt wat ik bedoel. Oké, komen we. Zie je? Ik zei het. 1 keer proberen. Germain is weer betrokken bij de goal. En dan is het gewoon 4-3. En dan is het Dele Alli. Die scoort. Is lekker. Oké, komt hij nog? Komt hij nog? Hij gaat er nog voor. Hij heeft Dele Alli erin gebracht. En Dele Alli kan wel aardig tegen een bal trappen. Dele Alli, goeie voetballer. Kan wel wat raken met z'n rechter. En dan gaan we penalties nemen. Ja, jongens, deze wedstrijd heeft gewoon alles. Entertainmentwaarde over 9000. Hij gaat naar rechts. Is zonde. Ga ik dan mijn penalty scoren, vraag je af. Het antwoord is, we gaan heel sneaky achter de bal staan. We doen die aanloop en we gaan dan naar links. Buitenkantje poot, kunnen we gewoon. Oké, hij neemt hem. Hij gaat naar links. En dan word ik gepakt met een Panenka. En dat is taai. Dat is kut. Oké, rustig naar rechts. Zie je niks aan het handje. Oké, komt hij. Maar dit keer gaat hij naar rechts. Hij mist. Lekker voor hem. Oké, bij. Benzema, waarom niet, joh? Smikkelbeer. Oké, door het midden. Ziet hij niet aankomen. Staan we voor. Oké, komt hij weer. Maar hij gaat naar links. Oké, dat niet. Hij schiet hem keihard in binnen. Ja, hij schiet hem gewoon binnen. Dat is gewoon wat hij doet. Gaan wij ook naar rechts. En rustig. En dan staan we op matchpoint. Dat is gewoon lekker. Want als ik live een penalty serie win, dan is dat gewoon een hoogtepuntje op dit kanaal. Hij gaat naar rechts. Ja, called it. Jongens, ik wil niet zeggen, maar hashtag Team Brilletje wint hem gewoon. Ik zag hem aankomen en dat komt door die 99 vision. Gaan we dab... Oh, kut, ik kan niet meer dabben met Heaton. Dat zou awkward zijn geweest. Maar, tijd voor nog één game. Oké, volgende tegenstander gevonden in de Arsenal kit. Hij in de AC Milan kit met een Chelsea badge. Hij heeft een fucking hard team. Jezus, ik heb nog niemand rode Vietto's niet gebruikt, maar waarschijnlijk wisselt hij die voor wie dan ook eigenlijk. Ja, dit is een, het is gewoon een fucking ziek team. Kun je linksom of rechtsom, maar dat is gewoon zo. Oké, hij staat gelijk al 1-0 voor. Dit wordt echt een drama. Dit wordt echt helemaal niks. Ja, het is echt, het is kansloos. Dit is gewoon kansloos. Ik wil het best proberen. Maar ik zit gewoon niet op te letten. Dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Dit wordt heel lullig. Oké, komen we. Ik zeg het je. Valère Germain. Fake shot. Hop. Oh. Nee, rebound. Yes! 1-1. Lacazette. En weer Germain erbij betrokken. Het is geen toeval. Het is gewoon geen toeval. Oké, komen we door. Echt. Jongens. Fuck die hold-up play, ouwe. Het is... Ik wil niet zeggen dat het crimineel goed is. Maar hij is wel crimineel goed. Hij is... Bizar, Germain. Oké, 2-1 berust. En ik wil niet te vroeg juichen, want ik ken mezelf. Ik kan nog verliezen. Maar deze guy is echt shit. Hij is shit. Oké, komen we. Ja, dit is een lekkere bal, dit. En dan verliezen we dit op kracht, maar toch ook... Oh mijn god, ja, echt. Heerlijk, jongens. Fucking lekkere goal, dit.
3-1. Germain scoort hem. Echt een smikkel bij je eerste klas. Eigenlijk, ik wil dat je die video over hem kijkt. Maar dit is eigenlijk gewoon een nieuwe bevestiging. Van hoe fucking beast Valère Germain is. Jongens, echt. Barcelona 2009 is er niks bij. Ik wil niet te vroeg juichen. Maar ja, dit wordt een goal. Ja, echt fucking lekker speelt dit team. Wat is dit, ouwe? Dit is crimineel. Rode kaarten, ze spelen net als Legends, lijkt het wel. Zo'n soort in-game boost die je niet ziet, maar die er wel is. Hij neemt die corner wel, ongeacht wat er gebeurt. Ajax is nu voorbij. Oké, komt er een goal? Ja, dit is een goal. Zuur. Ajax is voorbij. Ajax heeft 4-1 gewonnen thuis. Zeg ik het goed? Ik zeg het goed. 4-1 gewonnen van Lyon, grap. Het is knap. Het is knap. Het is gewoon knap. Net zoals dat PSV het toen volhield tegen Atletico de eerste keer. Zo is het nu knap dat Ajax dit gewoon flikt tegen Lyon. Want dit is gewoon echt een mega stap naar die finale. Oké, komen Germain natuurlijk. Ja, Germain. Ik wil het eigenlijk niet meer zeggen. Want ik val een beetje in herhaling. Maar hij is zo fucking goed, deze man. Ja, oké. Komt hij. Moet ik even... Ja, fucking Sergio Ramos. Wat een man. Wat een team. Dit is ongekend. En dit is een positieve verrassing voor mij. Zonder custom tactics, zonder gekke dingen, staan we gewoon te shine met dit team. Ja, kom maar door. En dan gaan we hem afleggen en dan scoren we de 6-2. Wat is dit, jongens? Kijk, kom, nou, nee. Germain, hou op. Hou op, grap. Hou op. Oh, nee, joh. Dit is lullig voor hem. Oké, hij kan er ook echt geen kut van. 7-2. Druk op start. Oké, komen we weer. Nee. Grap, nee, het mag niet, ik mag niet nog een keer scoren. Oh. 8-2, hoe kan je dat team hebben en zo spelen? Ik heb respect dat hij doorgaat tot het einde. Ik zou gek geworden zijn, echt al lang geleden. Oké, kom, ja, Germain, grap. Nee. Is dit momentum? Wat is dit, jongens? Ik hoor 10 vanaf de lege tribunes. Jongens, 9-2 winst. Ik ben hartstikke blij hiermee. Als je dat nog niet kon vertellen. 10, 9.3, 9.4. Heaton ook een 7.8, terwijl die 2 tegengoals had. Martinez deed het ook goed, want die moest tegen Messi. Ik bedoel, dat is knap. 3 goals van Germain, 3 van Benzema, 2 van Lacazette, 1 van Fabregas. En 3 assists van Germain, 2 van Benzema, 1 van Lacazette, 2 van Ellie en 1 van Montoya. Fucking zieke performance dit. Kijk eens naar de stats. 12 schoten, 12 op doel, 9 goals. Dat is hoe ik graag speel. In ieder geval, dank je voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Laat me weten hoe jullie beste untradable team speelt. En dan zie ik jullie binnenkort. Joe.